Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en we vragen weer met 60 Seconds. Vorige aflevering hebben we dus de tutorial gedaan en vandaag wil ik eens eventjes, even zien. Apocalypse of zo. The full atomic experience. Scavengers around you are surprised and survives the post apocalypse in your fallout shelter. Batman. Health issue rare. Sturdy. 60 Seconds. Pepper style. Few sometimes. Holiday luggage. Okay. Begin adventure. Het kan zijn dat ik over één ding misschien wel een paar afleveringen doe, maar dat zien we vanzelf wel. Okay, even zien. Een gasmask zal wel handig zijn. Hier is de radio. Wat water. En een geweer. Dus dit moeten we sowieso hebben. Eerst wat Timmy. Checkers. Dit. De water. Ik ga weer ook nog meenemen. Nee. Suitcase toevallig. Oké. Murph! To the shelter. Oké, radio. Ik heb niet veel eten, dat is kut. Kut. Lekker een cover, nou. Deze kan ik even overnieuw doen. Niet die het. You perished. Yay. Ja, vind je het gek? Oh, nee, kut. Laten we nog een keer proberen dan. Tot ik een beetje genoeg eten en drinken heb voor 20 dagen of zo. Eten kun je langer mee doen door water. Eens even zien. Oké, ik begin gewoon hier. Dan ben je gewoon in de keuken, want daar zit het meeste eten. Quickly. Nou, eten heb ik echt niet meer nodig. Oké. Survival boek. We hebben ook een radio nodig. Kogels. Kut. Nee! Again! Shit! Dat was echt alles wat ik nodig had. Oh, kut, sorry. Kijk dan, dit was best wel goed. One-way ticket. Dan nou weer.
Die je Fallout Shelter, daar ben ik er niet eens doorgegaan. Dat is het probleem juist. Ik was er voordat ik er wat was al dood gegaan. Lekker bezig hoor. Nou, nog een keer. Oké, oké, ik begin gewoon hier, want hier hebben we het meest eten. Ik moet ook sowieso de radio hebben. De radio die staat hier. Oké, dat is best wel makkelijk dan. Dit. Aan de kant. Map is ook al wel handig. Waar was die map? Got it. Home sweet home. Het is misschien niet veel, maar we kunnen altijd nog wat dingen krijgen als we gaan exploren. Later. Oh, het is wel redelijk goed hoor. We krijgen ook gelijk prestatiepunten. Zo mooi. Made it into the shelter just a second before the blast. That was a close one. As long as we are all together, we can make it work down here. Oké, we hebben nog een checkerboard, een health case en een geweer. Dat is mooi. Ja. I want cake. Ja, dat krijg je niet hier, per. Zo makkelijk. Day 2. Ja, dit is ook allemaal goed. Iedere 5 dagen gewoon drinken. Wanneer ze beginnen te klagen dat ze honger hebben. Rond de 10 dagen is dat meestal wel dan. Dan kunnen we wel gaan eten. Nou, ze beginnen al dorst te krijgen. Government just announced they will be dropping crates filled with supplies in our area. Ja, het is wel misschien een slecht idee, maar als we supplies nog wat meer kunnen krijgen, dat zal wel fijn zijn. Zit er uit dat niemand ziek is? Dat is 22 en supply het ook crate when is vallen out of the sky. Ja, vind je het gek? Oké. Dat is toch wel mooi. En in de kerstmis kunnen we volgens mij nog met een boyscout boek repareren, dus dat is wel fijn. Prepper. Oh, oké. Bootjes. Oké, nu moeten we ze sowieso drinken geven. Eten hebben we ook wel heel veel van. Dat is wel mooi. Ik hoop wel dat ik de goede keuze heb. Mooi. Kijk, nu kan ik hem weer maken. Dat is mooi. Daarvoor is een Boy Scout boek ook heel handig. De cashback is nu weg.
Contact the military. Precies wat moeten. Ja, laat ik haar nu alvast wat eten geven. Still irradiated. Ja, we hebben geen map, dus dat wordt er niet. Nog meer eten. Nou. Nah. Anna survive. Achievement. Oké, nu willen ze alleen op water. Mooi. Laten we Timmy doen. Oké, hij ziet er goed uit. Ja, Timmy, Mary Jane, Ted en Dolores. Nog steeds eradicated. Nee. Ik heb in video's gezien dat het echt een heel gevaarlijk beest wordt. Dus het is beter dat ik dat niet doe. Oké, toppie. Iedere 5 dagen gewoon drinken geven. Steeds irradiated. Nee. Ik ga de risico niet nemen voor een suitcase. Ik kan alleen maar gevaarlijk zijn. Oké, per dag 16 geef ik ze wel eten. Iedere dag 8 dagen geef ik ze wel wat te eten. Ja, met een bijl. Goed idee. Gaat wel de bijl wel weg, maar de bedkut kunnen we wel houden. Ja, we hebben nu toch. Pacifist. Unbreakable. 1 van de 3. Oké, ik zag dat Ted ook nog honger had, dus voor de zekerheid. Out of the bag. Hey, we hebben kitty cat.
Cherikov. Top. Timmy. Oh, kogels. Mooi. Nee. Ik kan alleen maar meer problemen opleveren. 20 dagen al. Oeh, gaat snel. Het is beter dat ik dat toch wel doe. Ja, prachtig. Oh ja, Tetsi zegt er wel heel slecht uit, ja. Jezus. The Fallout outside has mostly gone. Dus we kunnen nu travelen. Nou, de expeditie gaan we boven dat weer regelen. En de kat zit weer daar. Ja. Oké. Nee, ik geef ze allemaal even gewoon te eten. What to take outside. Niks lijkt mij. Want het geweer hebben we nodig mocht er iemand binnenkomen. Timmy is dan naar de. Zal ik dat doen? Nee. Ik neem het risico gewoon niet. That is willing to offer a lot for decent ammunition. Maar checkers kunnen het ook goed doen. Dat evil laugh though. The asshole. Gebruik een boek. Misschien krijg je wat weer iets boys uit. Oh, we hebben weer een ex. Medkit. Jezus. Volgens mij heeft Tibi nog best wel. Nou ja. Even zien, wat hebben we eigenlijk allemaal gekregen? Een tomatensoep. Twee water. Medkit. Oh. Nou, als jij toch. Wat heb gedaan. Nee, we hebben toch nog eten en drinken. Nou, Mary Jane, ga jij maar eens naar buiten. Wanneer het dag 30 is, dan. We gaan gewoon door tot dag 30 en dat is nog goed.
Should we follow it next time it sneaks out? Ik weet niet wat dat daartoe leidt. Ja, laten we het gewoon doen. YOLO. En nu is de kat weg. Jee. Zal heel handig zijn. Laten we de ammunition maar aan haar geven. Dan kunnen we tenminste een ally hebben. En Mary Jane is back. Met nog meer ammo. Hey. Seems like the young man was witless enough to challenge the biggest bandit leader to a sword fight and now his sister is very worried. Ted, jij gaat maar. Oh nee, de kat is back. It's back. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik hem ook weer. Later.